Op 18 november 1944 werd Beringen bevrijd. Opluchting en feest overheersen. Maar niet in het gezin Toelmans. Hun zoon Wiel werd een dag eerder vlak voor hun huis opgepakt en afgevoerd. De 14-jarige Wiel Toelmans beleeft zijn bevrijding van de Duitse bezetting maanden later in Wuppertal. De nu 85-jarige Wiel beschreef zijn ervaringen als dwangarbeider in een arbeidslager in zijn boek Donkere Maanden in Wuppertal. In deze documentaire vertelt hij over de angst, onzekerheid en erbarmelijke omstandigheden van zijn laatste maanden onder Duitse bezetting. Maar ook over de goede zorgen van het Wuppertaler bakkersgezin Schulte, waaraan hij zijn leven te danken heeft en uiteindelijk de terugreis naar huis kon maken. Was ik bijna thuis, op 200 meter na, en de honing geschreven. En toen stonden er drie klaar met het geweer. Eén stap verder en ik denk dat het noodlottig was geweest. Mijn moeder stond in de voordeur, die zag het allemaal gebeuren. En zo ben ik afgevoerd geworden naar Duitsland. Enkele uren voor de bevrijding. Dat deed wel zeer pijn, want ik wist, allemaal wisten dat, dat de geallieerden door gingen breken in Mijl en dat Helden het eerste aan de beurt was vanuit Mijl voor de bevrijding. En ik wist dat 's morgens dat de bevrijding ging komen. Ik denk dat ik toch wel de allerjongste was, want eigenlijk was de opdracht van de Duitsers beneden de 16 jaar mogen niet gepakt worden, boven de 16 jaar. Maar het was die morgen, de 17e, zo heftig. Ze keken niks meer aan, ze moesten wat hebben. En ze konden niet veel bevinden in Helden, want 8 oktober was de grote razzia geweest. Dus ze waren mij al veel voorgegaan van Helden, die reeds in Duitsland al gevestigd waren. En ik denk dat ik wel helemaal de jongste ben geweest. Dat ik? Dat u zo jong was. Ze geloofden me niet. Ze hebben me gevraagd, ze vielen met 3 mannen, die vroeg mij wat. Ik was ja, een paar minuten Duitsland ingetrokken. Daar kwamen ze, de jouwbommenwerpers. En die gingen de trein beschieten, ze hebben beschoten geworden. Ja. Na verloop van tijd vertrokken de jagers. En de trein in, weer verderop. Een paar minuten gereden. En daar waren de jouwbommenwerpers weer. En één scherf kwam al dwars door onze wagen heen. Niemand geraakt, alle gelukken. En toen heb ik tegen mijn vrienden gezegd, die dichtst bij me waren: ja jongens, hou je, het gaat er tussenuit. Terwijl Beringen zijn bevrijding viert, ontsnapt Wiel uit de trein met enkele lotgenoten. Tussen hoop en wanhoop probeert hij uit de handen te blijven van de Duitsers. Ik heb dus vele kogels nagekregen, maar ik wist dat het ging op leven en dood. Maar die ellende die we mee moesten maken, dat was ook niet voltooid. Dus dan maar liever dood als de gevangenis in of wat. En toen ben ik op vrije voet gekomen. Ik ben zo ver gekomen dat ik buiten het geweerschot lag. En toen stond daar zo'n beukenhek en daar vluchtte ik achter. En daar schoot ik nog dwars doorheen voor mij nog te pakken te krijgen. We zijn precies Duitsland ingelopen. En tegen de avond, daar kregen ze onze pakken, zaten met 4 op een rij. 6 meter uit elkaar en liepen we zo in het geweer. En die hebben ons toen naar Lobberich gebracht, naar de gevangenis. En ja, daar zat je. Geen stoel, geen bed, geen tafel, niks, maar dan ook helemaal niks. En daar hebben ze ons maandag 's nachts uitgehaald om 12 uur en naar de station gebracht. En toen hadden we nog geen eten of drinken gehad. En dat is dinsdagmorgen. Maar 's nachts zijn we aangekomen in Wuppertal. Met 600 man van dit kamp en Giebel hebben ze ons hier naartoe gebracht. Hoe er 50 van niet binnenkosten s'avonds. En die s'nachts moesten die 50 boeten liever staan. En onder de tunnel, daar was de slaapplaats toegedacht. Tegen de moer, rechtop tegen de moer. En als er 2 oren weer waren,
Dan zingen er 50, die stingen op. Dan gingen die 50 af los, hè. En dan gingen die onder de tunnel rijk op tegen de moerstand sloop. Verschrikkelijk. En zo ging dat. 8, 9 dagen is dat doorgegaan. En toen zijn we van die school zijn we verdeeld in 3 scholen van 200. En toen hebben we dan de plaats. Geen bed, even goed, hebben we onderdagen. Wiel komt op maandag 20 november aan in Woepertal. Na een week in het verzamellager Am Giel komt hij met 600 man terecht in een school in Langeveld. Daarna werden ze verdeeld over 3 andere scholen. Wiel komt terecht in de school aan de Sinkstraße. Moe, koud en hongerig. Ja, hier is aan de achterkant van de school waar zich toch van alles af heeft gespeeld. Maar we hebben nog een slaapplaats, zeiden we. Althans, zo goed en slecht als het ging. Kopkussen, dat waren de kloom zo niet waar. Maar ik kan hier precies nog aanwijzen welk lokaal dat was. En ik sliep hier een paar meter achter deze raam. Dat was mijn slaapplaats, waar ik een half jaar gelegen heb en ik nut heb gemaakt. En daarbij, we lagen met 40 man op zo'n kamer voor te beginnen. We zijn later uitgebreid tot tegen de 50 vanwege dat die andere scholen die waren gebombardeerd. En dat kwam dat niet. Wat hier achter op die speelplaats gebeurde, heb ik ook gedaan. Was ik naar de kapotte hoezer gegaan, heb ik me het steinbejaar gedaan en toen een oven gemaakt. En door een ketel gaan zoeken voor water in te doen. En zaterdagsmiddags ging ik hout halen aan die kapotte hoezer. En dan ging ik dat stoken en dan deed ik mijn hummen uit. En dan probeerde ik de luid kapot te stoken, onder dat vuur. En dan zat ik hier zaterdagsmiddags te stoken. En later moest ik dan de ketel water wegdoen. En met dat hummen over de vlam op, voor dat terug te krijgen, zoals men had hem. Dat was, zo, hij nooit geen minuut rust. Hij moest altijd werken of lopen of bedelen of niet meer op. Dat waren de wc's, onbruikbaar, na verloop van tijd. Want het zat allemaal verstopt, er wordt niks meer gedaan in de winterdag. En toen is daar een sloot even opgegraven. En daar kostte dan met 20, 24 man tegelijk op. Dat was allemaal heel provertjes. Maar we hebben ons met kunnen helpen. Maar het is geen gezicht, misschien ze nu nog zitten, als er 20, 24 man tegelijk op zitten. Ja, het is vreselijk. Wie ze dan moet zeggen, dat was ons toilet. En dan is morgen 6 uur op naar het werk. En wat voor werk heeft u daar gedaan? We zijn bij de spoor, hoe moet ik dat noemen? Bij de spoorweg, een Rijksspoordienst of zo wat van Duitsland, daar zijn we ingedeeld. En dat we in het begin hebben gribben moeten graven. Voor van die dikke kabel, 80 centimeter diep en 50 centimeter breed. Maar de bommen die werden steeds heviger, bombardementen werden steeds heviger betaald. Toen zijn we op het spoor te werk gesteld en dat was het gevaarlijkste werk van geheel Duitsland. Door de vele bombardementen moest aan het spoor regelmatig herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Op 13 maart 1945, 4 weken voor de bevrijding, werpen Amerikaanse bommenwerpers 344 bommen af boven Woepertal. Hun doel is het spoorwegnet. Meer dan 140.000 brandbommen vallen op Heckinghausen, De Schwelm, Oberbarmen en Langeveld. Wiel wordt te werk gesteld bij de Reichsbahn. Als hier Venlo, de grens Venlo-Mond, de bommenwerpers overstaken, dan ging het Woepertal, dan ging het voorlopen. Als die op de grens waren, hier de bommenwerpers. Als ze richting de stad waren, dan ging het volle alarm. Dat was vooralarm, volle alarm. En dan waren ze in de richting van de stad. Maar dat betekende niet dat ze naar Woepertal vlogen. Dus ze konden nog linksaf, rechtsaf. Dus daar was nog geen zekerheid. Maar dat was wel voor de Duitse bevolking al een waarschuwing. Luister, de bommenwerpers hangen richting Woepertal. En dan kwam het acuut. Er waren maar 2 stoten.
Dan konden ze eigenlijk al niet meer naar de kelder, want dan waren de bommenwerpers ook te zien. En dat betekende dat de bommenwerpers, of dat de mensen, zeker kennis maakten met de bommenwerpers. Maar ze konden overvliegen. Of ze vielen de stad aan. Maar dan kregen de mensen de bommenwerpers te zien. En dan was het zwart in de lucht van de bommenwerpers. Ja. Door verwoestingen in de stad valt de voedselvoorziening in elkaar. Niet alleen voor de vele dwangarbeiders, maar ook voor de Boepertaler bevolking wordt het steeds moeilijker om aan voldoende levensmiddelen te komen. We kregen hier in ieder geval heel weinig te eten in dit lokaal. Of in deze school kregen we te eten heel weinig. Wanneer dat we geen recht hadden op soep, werden met de soeplepel in de nek geslagen door de lage vuur. Hadden een snee in de nek van 3 centimeter breed. Die sloeg door en alles heen. Die soep die we kregen, dat was witte koolsoep, kappensoep zeggen ze hier. En daar zat die stronk nog aan met de wortels en de zand. En dat werd allemaal kapot geslagen met een bijl. En dat ging allemaal de soep in. De zand en de wortels en alles. En dat kregen we te eten. En dat betekende dat het water, dat dronken we uit. Zo uit dat kommetje wat we hadden. En die knabbelen, die wortels, die hadden we nog met de hand uit het kommetje hadden we dat op. Gedreven door honger besluit Wiel te gaan bedelen. In de door de vele bommen vernielde stad. Zonder voedselbonnen, zonder brood maken, zonder geld gaat hij op pad in de buurt van de school waarin hij gelegerd is. Het eten was morgens met 5 man zo'n brood. Je moest met 5 man delen. Dat is inmiddels, toen we daar waren, nog heel anders geworden. Dat is opgedraaid of uitgedraaid op 12 personen 1 brood. Dus dan hoef je niet te vertellen hoe dat ging. Dat was van 5 is het naar 7 gebracht, van 7 is het naar 9 gebracht. En van 9 is het naar 12 gebracht, de laatste maand van de oorlog. Dat betekende dat de ogen ze wat begonnen te draaien en niet meer wisten waar naartoe. Maar dat bedelen, toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga verbedelen, want zo hou ik het niet uit. Want die soep die we kregen, dat was witte koolsoep, kappensoep zeggen ze hier. En daar zat die stronk nog aan met de wortels en de zand en dat werd allemaal kapot geslagen met een bijl en dat ging allemaal de soep in. De zand en de wortels en alles en dat kregen we te eten. De propagandamachine van de Duitsers heeft niet alleen in de bezette gebieden de boodschap verspreid dat de buitenlandse arbeiders goed behandeld zouden worden en nodig waren voor de instandhouding van het Duitse Rijk. Ook de Duitse bevolking kreeg deze boodschap. Maar wanneer ga je het eerste huis binnen vragen voor een stukje brood? Daar denk je toch nog over na. En op een gegeven moment toen zag ik daar een bakkerswinkeltje. En ik stond aan de andere kant van de straat en toen ging ik aan het nadenken. En ik keek maar naar die winkel. Ik dacht, in die winkel hebben ze natuurlijk brood. Maar ja, voor binnen te stappen, dat vak dat ken je niet. Ja, ga ik toch vragen, ga ik niet vragen. Maar de honger, die bleef aan de gang. Dus, na verloop van tijd dat ik daar sta, ik dacht, ik ga toch binnen. Ik de straat over, ik ging binnen. Er was een jonge meid, was achter die toonbank. Er stonden nog een stuk of 4 Duitse vrouwen in de winkel. En ik ging me aanschuiven en achter mij kwamen er nog. En toen was nog 1 vrouw voor en toen gaf die meid, die dame, die gaf een teken aan mij dat ik in een hoek moest gaan staan. En ik had dat direct begrepen. Ik dacht, die wil mij wat geven, maar dat kan ze niet doen vanwege die Duitse vrouwen. Die moesten betalen en die hadden broodmarken. Ja, maar ik had niks, ik had geen geld en geen marken. Dus ik was 100% op het bedel. En zij wou me geven, maar dat kon ze niet doen als die Duitse vrouwen in de winkel stonden. En ik ging in de hoek staan en op een gegeven moment, toen er niemand in de winkel was, toen vroeg ze, ah, jonge man.
Wat wolst ik vragen? Ik zeg, ik vraag om een boterbrood. En dan kreeg ik 3 sneetjes brood. Och, ik was zo gelukkig. Zo gelukkig. Ik was nog geen meter buiten, het brood was weg. En toen gebeurde er wat, dat ik het zelf niet meer kon begrijpen. En die jonge man, ik word toch weer ervaren van boterbrood. Toen zei die dame achter die toonbank: jonge man, hoe zei het was middagessen? Ik wist niet wat die vroeg. Ja, ik zei gewoon middagessen. Het was 3 uur weer in de middag. Moest ik achter die toonbank mee omkomen in de keuken. Dat was moeder, haar moeder. En die had erop gerekend dat ik kwam. Want ze hadden een ganse pot zuurkool had ze voor mij bewaard. Ik moest aan de tafel gaan zitten. Ik ga eens toe. Dat was een pot zuurkool. Daar eet je hier normaal met 7 man van. Ik schepte me op, ik grijp zo. En op het laatste van het liedje was er niks meer in die ketel. Ik had hem helemaal op. Daar kun je hier met 7 man van eten. Toen had ik toch wel goed gegeten. Toen kwam de bakker binnen in die keuken. Jonge man, verstehst u Duits? Ja, ik zeg, ik versteh Duits. Dan wil ik die etwas vragen, zei hij. Wie alt sind Sie? Ik zeg, 14 jaar. En dat meisje wat achter de toonbank stond, stond toen ook in de keuken. Hanna, ik had gezegd, dat is een kind. Dat zal ze etwas geben. Had hij door die deurspleten gekeken, wat dat was, wat in de winkel stond te bedelen. En ik had die gezegd, dat is een kind. Had ik nog een vraag. Waarom bist u vrijwillig naar Wuppertal gekomen? Nou, ik zei, ik ben niet vrijwillig naar Wuppertal gekomen. Ik zeg, zo en zo is dat gegeven. Ik zeg, die kwam, alles moest met. Ik zeg, moest er met. Kannst du Deutsch lesen? Ich sage, ich kann auch Deutsch lesen. Hanna, hol die Zeitung. Da kam sie mit der Krant, von dem Weg von der Woche, die Krant. Holländer, mit so einem großen Letzbohnen, holländische Verwilligers nach Wuppertal. So war das beschrieben. Die hele Vorpagina stond beschrieben, holländische Verwilligers nach Wuppertal. Und sie werden da te werk gesteld, sie kriegen genug te eten, genug kledij. Sie mochten helemaal. Niemand iets geven aan die bedelaars. Ganse voorpagina hebben we geschreven. Wuppertal wordt op 15 april 1945 bevrijd door soldaten van de 78e en 8e Infantry Division van de US Army. Wiel wordt een dag later bevrijd. In de stad Wuppertal verloren meer dan 16.000 mensen hun leven tijdens de oorlog. Aan het einde van de oorlog verbleven nog 200.000 overlevenden in de stad. Daarvan waren enkele duizenden dwangarbeiders en krijgsgevangenen uit half Europa. En zondag, het was vrijdagsnachts flink gevochten, zaterdag, wat was het zaterdagsnachts nog, maar het vorderde niet. En zondags, tegen de middag, het werd rustiger. Ja, de granaten die vlogen over ons heen, dus dat was een goed teken, de tanks die waren op komst. Daar hoorde je nog na de middag nog wat geweervuur en nog van zijn mitrailleur. Maar het werd rustig. We zullen vanavond naar de kerk en naar de mis gaan. Toen waren we nog altijd goed katholieken. En met 6 man zijn we naar de kerk toegegaan. En er zaten 6 Italiaanse krijgsgevangenen en 6 Fransen. We waren met 18 man.
wie we uit de kerk kwamen, hier op deze deur, dat we niet wisten wat er gewoon was. Daar sting in de tank en daar sting erin. Toen sting er bij de tank, toen zat nog een chauffeur op, zal ik maar zeggen. En er stingen 4, 6 militairen stonden door te praten. Op dat moment konden we niet meer lopen. We stonden gewoon met de voet aan de grond genageld. Dat je van de ene dag op de andere uit die ellende was. Je kunt het niet voorstellen. We konden de voeten niet meer verzetten. Daar stonden we te kijken met de lap en draad om en smoetsie. Ze brachten ons van Boepertaal, hebben ze ons naar Düsseldorf gebracht. Het was een heel groot gebouw, ja, ook veel kapot. En daar brachten ze Nederlanders, Fransen, Italianen en Russen. Ik weet niet hoeveel duizenden dat ze daar bijeen brachten. En dus hebben we, één nacht zijn we daar overgebleven. En daags daarna, toen zeiden ze 's middags morgen vroeg, om 5 uur, dan moet je in die straat, dus aan de vrachtwagens waar de Nederlanders op kunnen, om 5 uur kunnen jullie instappen. En dat was dan op het kruispunt in Düsseldorf, van de Fransen, Italiaanse, Russen en de Nederlanders. Ja, de Russen, dat was een rij, dat kon je niet zien hoe lang dat die rij auto's was. En op een gegeven moment vertrokken ze allemaal, Frankrijk, Italië, Rusland en Nederland. En dat betekende dat wij om 12 uur zo wat in de Rwanda aankwamen. En toen konden we op eigen gelegenheid naar huis. En dat viel ook nog tegen, maar goed. Ik had nog een van helden. En we gaan liften. Toen zijn we gelift tot hier Duitsland, of hier Heldendorp. En dan zijn we nog een stuk te voet. En toen waren we in Everlo. Ja, daar staat het oorlogsmonument. En daar was ik tegenover en daar kwam mijn buurman, onze buurman, die kwam daar mij tegen met de fiets. Ik zeg, hallo Hein. Hij stopt, bleef met één been over de zaal hangen. Maar ik ken hem niet. Verschrikkelijk. De eerste buurman. Ja, toen zei ik, ik ben Willem. Oh, hij beschrok zichzelf. Toen zei en naar mijn thuis gefietst, zeggen dat ik onderweg was. Om zijn traumatische ervaringen te verwerken, schreef Wil Tulmans aan de hand van de door hemzelf geschreven notities het boek Donkere Maanden in Woepertal. Hij nam ook deel aan een educatieprogramma in Nederland en Duitsland, zodat de jeugd in beide landen samen iets leren over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor individuele mensen, maar ook voor de samenleving. Hij bleef contact houden met de familie Schutte. 5 jaar na de bevrijding ging hij op de fiets naar Woepertaal om de bakkersfamilie te bedanken. Met Helge Schutte heeft hij ook nu nog contact. Na 70 jaar ontmoeten de 85-jarige Wil en de 89-jarige Helga ik alweer bij haar thuis in Woepertaal. Mag ik weer 2 bloes met ons? Dat is ganz schön. Hallo, Helga. Pass auf. Ja. Hallo, grüß dich. Oh Gott. Alles klar? Wie geht's dir denn, sag mal? Oh, gut. Alles gut? Ja. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe mich darauf auf den Besuch gefreut. Oh Gott, ist doch alles gut, hör mal. Ja, weiß ich. Mann, ich bin 14 Jahre oder wie lange, 16 warst du, ne? Ja, damals. Und das war ja das, was man die dazu gemutet hat, war da schon ein ganz großes Unglaublich. Stück. Ja. Unglaublich. Der hat sein Leben riskiert. Deine Vater. Ja, den hier wollten sie ja einkassieren, klar. Haben sie ja, ja gedacht, ich weiß doch schon. Fähigkeiten hatte, was zu tun. Er musste aufpassen, dass man ihn da nicht so mal eben schnell wenn er eine Bemerkung gemacht hat. Ne? Er muss immer aufpassen. Ja, aber naja, ist ja alles gut gegangen. Und für ihn persönlich hatten Sie auch, Sie selber
auch ein Gefühl von Befreiung? Ja, natürlich. Ich war zunächst einmal froh, dass ich aus dem Arbeitsdienst kam. Da war ja alles zu Ende und dass ich dann nach Hause kam. Aber ja, heute sage ich mir, damals war ich böse, dass ich dahin musste. Heute sage ich mir aber, das hat mir fürs Leben unwahrscheinlich viel mitgegeben. Ja, doch. Für meine Entwicklung und so weiter. Ich bin froh, dass ich die Zeit durchgemacht habe und das hat mir viel gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch, ja, ja. Voll? Ja. So selbstständig, meine Selbstständigkeit. Vor allen Dingen. Das heißt auch gegen mich. Ja. Ja, nicht alles. Ich bin mit 14 Jahren, muss ich nach Wuppertal, zwangarbeiten. Ach, furchtbar. Und jetzt sage ich noch, ja, du bist ein aparter Mensch. Du, auf junge Lebenszeit, selbstständig. Ja. Natürlich. Maar dat was ook, du hast dich moeten retten in Berlin. Berlin war dat, bist du gewesen? Hinterher bin ich in Berlin gewesen. Ja, en ik war in Wuppertal. Sie moest zich retten dahinter. En ik moest ook alles proberen. Ik had dan geluk gehad dat ik zo'n schöne familie getroffen had. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go. Ja, we zijn geen 25 meer. This song we meet again. Don't know when, don't know when, but I know.